De leerlingen van de Winkelprins kregen hoog bezoek, namelijk de oud-directeur van de Nederlandse Bank, de heer Welling. En na een korte inleiding mochten ze hun vragen stellen. En daarvan maken wij de volgende reportage. En zoals u ziet, Binnenvoel zit helemaal vol met leerlingen die zich goed hebben voorbereid op dit gesprek. De heer Welling is met plezier naar Veendam gereden en nam zelfs de reiskosten voor eigen rekening. De heer Welling heeft altijd een steuntje onder zijn beendoden en dat komt door een ongelukje. Maar daarover vertelt hij zelf de oorzaak. Dat ik in mijn studiejaar nogal onverstandig ben geweest. Ik heb daar een stijf been overgehouden. Ik heb een prachtige duik in het Rapenburg in Leiden gemaakt. Het was een schitterende aanloop. De duik was ook magnifiek. Alleen onder de oppervlakte van de waterspiegel lagen de resten van een fiets. En die waren zo onvriendelijk om door mijn knie heen te gaan. Hier erin, daar eruit. Ja, dat was niet zo prettig eerlijk gezegd. Aan de andere kant, je kunt er ook wat blijmoedig naar kijken. Het had ook hier erin kunnen gaan. En daar eruit. En dan had ik hier vanmiddag niet gezeten. Ik heb toen een maand of 9 in het ziekenhuis gelegen. Tot zover in het gips. Van hier tot aan mijn tenen. Dat ligt niet erg lekker, moet ik zeggen. Want je moet gewoon rondgedraaid worden gedurende de dag. Je leert het plafond wel heel goed kennen. Dat maakt het ook reizen. Via de, zeg maar, wat er op het plafond aan het zien was. En ik heb daarna nog een jaar thuis op dezelfde manier in bed gelegen. Daarom zit ik er zo relaxed bij, kan ik maar zeggen nu. Ik heb in Leiden rechten gestudeerd. Ik ben heel toevallig terechtgekomen in de economie. En vervolgens op het departement van financiën gaan werken. Daar was ik binnen een jaar of 7. Op 34-jarige leeftijd thesaurier-generaal. Dat was de toen hoogste ambtenaar op het departement. Dat had een heel groot voordeel, gelet op mijn been. Namelijk dat ik een auto met chauffeur kreeg. Dus ik heb van mijn 34ste, er is gerechtigheid, zou ik zeggen. Dus in de wereld. Ik heb van mijn 34ste tot mijn 68ste in een auto gereden mogen worden. En ik ben helemaal zelf vandaag naar deze plaats gekomen. Na mijn tijd bij het departement Financiën ben ik samen met Wim Duisenberg naar de Nederlandse Bank gegaan. Daar was ik lid van de directie. Daar hebben allerlei dingen op het gebied van de bank gedaan. Betalingsverkeer, toezicht, monetair beleid. En ik ben Wim Duisenberg in 1997 opgevolgd bij de Nederlandse Bank. En daarna was het aan de leerlingen vragen te stellen. Ik heb een vraag over de gulden. Afgelopen maanden is de gulden natuurlijk veel in het nieuws geweest. Over wel of niet invoeren. Wat betekent het voor de Nederlandse en Europese economie als wij de gulden straks gaan invoeren bijvoorbeeld? En hoe denkt u daarover? Ja, de gulden was natuurlijk heel mooi. De bankbiljetten die behandelen waren heel mooi. Vooral het laatste bankbiljet waar mijn handtekening op stond, tientje. Dat was natuurlijk super. Ja, vanuit die optiek gezien zou ik best de gulden terug willen hebben. Maar ik denk dat we reëel moeten zijn. Het opbreken van de euro. Laat ik een getallenvoorbeeld geven wat u de schrik in de benen hopelijk zal jagen. Zodat u nooit meer deze zondige gedachten zult hebben. We hebben wel eens gekeken naar, en niet alleen wij toen ik nog op de bank zat, maar ook analisten, banken, internationale instellingen. We hebben eens gekeken wat het opbreken van de monetaire unie zou impliceren. En opbreken, daar verstaan we onder een noordelijke en een zuidelijke munt creëren. Dus de zuidelijke Spanje, Portugal, enfin, u kent het wel. En dan de noordelijke met in begrip van Frankrijk.
De directe kosten voor Nederland, voor financiële instellingen en voor de overheid, zouden op zo'n 100 miljard uitkomen. Maar dat zijn de directe initiële kosten. Dat zijn gewoon verliezen die je dan gaat leiden op leningen die je hebt uitstaan aan dat soort landen. En mijn vraag gaat over economische groei. Want het Centraal Bureau Statistiek heeft voor dit jaar uitgerekend en voor tot en met 2017 dat de groei nog maar 1,5% per jaar zou zijn. En er kwamen dan reacties op van, oh nee, de crisis gaat door en de donderwolk van de crisis blijft boven ons hangen. Maar wat is er eigenlijk zo slecht aan een lage economische groei? Want waarom gaat in de discussie over de crisis altijd over de economische groei en niet over andere aspecten? Want als de economie krimpt of de groei lager is, dan is het opeens heel slecht voor de maatschappij. Maar is de economische groei wel een goed criterium om de maatschappij te beoordelen? Want, nou, zo klaar hoor, maar... Want economische groei heeft, zoals we waarschijnlijk wel weten, ook nadelen voor het milieu en de natuur. Ik vind dat een hele goede en heel terechte vraag. Economische groei is niet zaligmakend. Economische groei heeft negatieve gevolgen, dat is duidelijk. Het vervuilt, kan vervuilen. We kunnen groei minder vervuilend maken, maar het vervuilt toch nog steeds. Grondstoffen maak je op. En er zijn dus negatieve aspecten verbonden aan economische groei. Tegelijkertijd moet je reëel blijven. Er zijn ook positieve aspecten aan economische groei verbonden. Dat er zoveel mensen nu vandaag de dag in Nederland onderwijs kunnen volgen, is het gevolg van economische groei. Goedemiddag meneer, ik ben Rick Dijkstra van VO5. En in het verleden is vaak discussie geweest over de beloning van mensen die actief zijn in de publieke sector. En veel mensen vinden dat te veel mensen erin te veel verdienen. En onder de vorige premier is daarvoor de balken in de norm bedacht. En in 2011 was deze norm 193.000 euro. En mijn vraag is daarom, bent u het eens met deze norm? Best een lastige vraag in sommige opzichten. Ik ben het volstrekt eens met het feit dat er een normering wordt aangebracht voor de publieke sector. Volstrekt. Het zijn publieke gelden, komt uit belastingmiddelen en daar kun je niet onbeperkt uit betalen. Als ik zeg, daar zit toch iets lastigs in, dan is dat toch zelf ongeloofwaardig te blijven. Want toen ik mijn vorige functie had, toen verdiende ik 2 à 3 keer zoveel als de minister-president en de minister van Financiën. Iets wat altijd geaccepteerd was en werd in het Haagse, overigens wij ook kortingen nu zijn aangebracht voor mijn opvolger en die heeft dus een duidelijk lager salaris. De argumentatie destijds voor een salaris van de president van de Nederlandse Bank, die duidelijk uitging boven het salaris van een politicus, was in wezen vrij simpel. En iets daarvan denk ik zullen we overeind moeten houden voor onderdelen of voor de publieke sector. Die was simpel, namelijk als je bepaalde kwalificaties hebt, dan zijn er beroepen in de private sector waar je een veelvoud van je huidige salaris kunt verdienen zonder enig probleem. En je zult met iets van de markt althans, voor mij hoef je daar niet zo vreselijk ver mee te gaan, maar je zult met iets van de markt moeten rekening houden om mensen die anders in de marktsector verdwijnen en die nuttig zijn voor de publieke sector, om die binnen huis te houden. Ik wil u best zeggen, ik hecht er binnen grenzen aan. Ik wil u best zeggen dat de eerste keer dat ik al, en toen was ik bij de Nederlandse Bank in de directie, en verdiende ik al duidelijk meer dan de minister. De eerste keer dat ik een baan aangeboden kreeg, dat weer 3 keer mijn banksalaris was, was 6 maanden nadat ik bij de Nederlandse Bank was gekomen. Dat heb ik niet aangenomen. Ik heb in de loop der jaren een hoop banen met veel hogere salarissen afgewezen. Maar ergens moet je toch rekening houden voor bepaalde beroepen met de alternatieven in de markt. Het misleidende hier voor een deel is dat als in de markt echt veel te veel wordt betaald, moet je dat niet accommoderen. En in de financiële sector werd met name, zeg maar, vanaf de tweede helft van de 90e jaren gewoon, we hebben veel te hoge salarissen betaald.
Hallo, ik ben Pauline Smeega. Ik zit in HAVO 5. En mijn vraag is, wat wilde u als klein kind laten worden? Nou, zo persoonlijk is dat nog niet. Ik heb wel eens in de pers gezegd, dat is een beetje uitvergroot in de loop der jaren weer, dat ik had paus willen worden. Ik weet, dat is helemaal uit de mode op dit moment. Maar dat was, ik ben geboren in Bredevoort. Dat is een klein dorp, bijna tegen de grens aan, vlakbij Winterswijk. Deze gedachte ontstond bij mij toen ik kom uit een hele katholieke familie, toen ik op zondag naar de kerk liep en dan moet je een paar treden omhoog. En aan de bovenste tree stond de pastoor. En dat was zo'n imposante figuur was dat, in zo'n zwart lakenspak. En ik zag dat als jochie van 4, 5, ik dacht dat wil ik ook en dan nog iets meer. Maar ik kan u geruststellen, naderhand heb ik die gedachte nooit meer gehad. Toen ik ging studeren had ik eigenlijk, en ik denk dat velen van jullie daar ook misschien mee worstelen, ik had geen idee wat ik later zou moeten gaan doen. En dat kwam ook omdat mijn cijfers voor de meeste vakken waren ongeveer gelijk. Waren allemaal goed en waren allemaal gelijk. En ik had geen uitgesproken voorkeur voor een specifiek vak. Zodat de leraar Grieks zei tegen mij, je moet Grieks gaan studeren. En de leraar Frans zei, ga vooral Frans doen. En zo had iedereen, gaf mij een advies. En ik wist het niet. En mijn studiekeuze voor rechten is uiteindelijk een armoedekeuze geweest. Dat was een keuze vanuit de gedachte van, en dat werd toen ook vaak gezegd, ga je rechten doen, dan kun je nog alle kanten uit. Als jullie iets moeten proberen te voorkomen, is het zo'n studiekeuze. En dat is ook wat we van de kant van de universiteit, waar ik bij betrokken ben, ook duidelijk proberen te beïnvloeden, omdat het studiesucces hangt in belangrijke mate samen met studiemotivatie. En dan moet je dus eigenlijk willen weten wat je wilt, welke studie je wilt. Want de studenten die weten wat ze willen, die scoren beter. En in alle oprechtheid, en daar moet dan niet verder over gesproken worden, maar ik had ook weinig motivatie in het begin. En mijn resultaten, ja, ik slaagde voor elk examen. Maar ik deed wel zo dat het niet te veel moeite kostte. En ik had een hele speciale techniek ontwikkeld bij het studeren. Namelijk dat elk boek dat ik aan het bestuderen was, als ik een bladzijde gelezen had, scheurde ik hem eruit. Dat gaf me namelijk zo'n bevredigend gevoel, dat heb ik nu achter me, dacht ik dan. Daar kwam er nog wel een examen en nogmaals, dat liep dan gelukkig goed af. Maar ik ben pas op het eind van mijn studie, toen ik gezogen werd in het vak economie door mijn hoogleraar economie, ben ik heel geïnteresseerd geraakt in het vak economie. En toen heb ik zelf ervaren wat het betekent als je een vak, een studie leuk vindt. Ik ben daar echt, daar ben ik me rot op gaan studeren. Ik ben vak in Rotterdam gaan doen. Ik heb naderhand ontzettend veel, ook toen ik ging studeren op economietrein, gelezen. Naderhand ook zelf geschreven. Dus motivatie, je moet het niet zo doen als ik. Je moet proberen, echt, en daar moet je heel serieus over nadenken. Je moet proberen iets te vinden waar je aan de ene kant goed in bent en wat je aan de andere kant leuk vindt. En als u me dan vraagt, wat is van die twee nog het belangrijkste? Je moet natuurlijk niet slecht in iets zijn wat je ontzettend leuk vindt, want dat wordt niks. Maar iets leuk vinden en gemotiveerd zijn, helpt je over een hele hoop drempels heen. Ook als het wat moeilijk is en je misschien in iets anders nog net iets beter was. Dus mijn drijfveer naar de rand is hetzelfde gebleven. Toen kreeg ik een baan op financiën wat ik ontzettend leuk vond. En het grappige is, dan heb je niet het gevoel dat je hard werkt. Je bent altijd bezig, maar je hebt niet het gevoel dat je hard werkt. En ik gun jullie dat allemaal. Vind een studie die je leuk vindt, dan vliegt de studietijd voorbij. Vind een baan die je leuk vindt, en dan is het voor je weet 5 uur. En voor je het echt weet, is het al 6 uur of 7 uur. Oké, dank u wel. Ja, het is een beetje een herhaling van zetten, maar toch een vraag die wat dieper gaat dan de vraag die u eerder heeft gekregen.
Dus stel maar, af en toe een herhaling van zetten. En daarom sluiten wij onze reportage hier af. Hallo meneer, mijn naam is Thijs Willen van VO6. Het enige wat hij voor deze middag wilde hebben was zijn attentie. Tot zover onze reportage over het bezoek van Nout Welling aan de Denkende Prins.